Eshelle en Mella wonen samen in huizen. Sinds zoontje Jax is geboren en pup Novi erbij is gekomen, is hun appartement van 70 vierkante meter veel te klein geworden. Zeker omdat ze graag nog een kindje willen. Ze zoeken daarom al ruim een jaar naar een huis in Almere, maar konden het tijdens hun zoektocht werkelijk nergens over eens worden. Waarom niet een haven? Mella is in Almere Haven opgegroeid en wilde daar graag weer wonen, maar Eshelle absoluut niet. Na heel veel discussies zijn ze daar nu eindelijk over uit. Ik heb deze verloren. Dus 1-0 voor jou. Dat betekent dat we nog ergens kunnen compenseren. Wat zijn dingen van haar moodboard wat jou niet aanspreekt? Het lichte, sowieso niet op de vloer. Ik hou ook niet van het hele zwart-witte en het strakke moderne. Eshelle en Mella willen 4 slaapkamers. 100 plus vierkante meter. Een tuin met zon en groen in de buurt voor de hond. Het huis mag absoluut geen plat dak hebben, dat vinden ze niet mooi. En hun budget is €262.000. Oh, kloppen, bel is stuk. Hey Bob. Begint goed met kapotte bel. Ja, die bel is stuk. Er zijn nog wel wat andere probleempjes. Maar verder, in de basis, een fantastisch huis. Nou, de ware reden dat ik hier ben vandaag, afgezien van het feit dat ik het heerlijk vind om jullie ook een klein beetje nog te zien spartelen, is om jullie te vertellen dat we ook echt nu voor jullie een huis hebben aangekocht. Ja, ik ben wel heel blij. Ja, ik ook. Echt. Echt. Wat een last van je schouder af, hoor, dan. Hou ik jouw hand vast? Ja, dat is goed. En dan gaan we voorzichtig naar jullie huis lopen. Dat meen je niet! Is het die 166? Ja, met je vijf in de tijd. Oh, ik ben zo blij. Lijkt dit nou... Het lijkt wel wat klein. Maar als die open haard werkt, dan ben ik heel blij. Ja? Keuken wel. Ja, meer heb je toch ook niet nodig? Nee, dat is fijn juist dat het zo open is. Het is mega groot. Jemig. En overal vliesbehangen. Ja. Verschrikkelijk. Oh, wat zie ik nou dan? Dan kan ik je opsluiten. Wat een grote badkamer. Hebben ze dat ook verbreed of zo? Of was het al ja, ze hebben het groter gemaakt. Want dit was een slaapkamer eerst. Als je kijkt naar de grote. Nou, hier ook erg niet vrolijk van. Nou, wie verdenkt dit? Wat is dat voor spul? Waar gebruik je dat ook in de broeken voor? Maar alles valt uit elkaar hier. Oh, dit is wel een fijne ruimte nog. Nee. Vind je het fijn dat er nog een ruimte is? Nee, het voelt helemaal niet fijn zelfs. Tijdens het slopen blijkt dat er veel meer moet gebeuren dan is begroot. En dat gaat extra tijd en geld kosten. Het goede is dat het een relatief nieuw huis is. Dus je verwacht dat je er niet zoveel aan hoeft te doen. Maar als je beter kijkt, valt dat wel tegen. De goedkopere tegels hebben niet alle gaten gedicht. En omdat het huis in zo'n slechte staat was, duurt de verbouwing een flink aantal weken langer dan gedacht. De vraag is, gaat alles lukken en zijn we op tijd? Maar het belangrijkste is dat het huis weer terug wordt gebracht in zijn oorspronkelijke staat en dat de indeling weer klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, Bob. Nou, je bent op de basis ongeveer, hè? Ja, klopt. Wij gaan nu alles opbouwen. Want even uit mijn hoofd kwam hier het bad met de wc. Klopt. Daar de wastafel en de inloopdouche, hè? Ja, correct. Ja, dit was voorheen de badkamer. Nou, het een slaapkamer. Ja, klopt. Die hebben die hele vloer eruit gehaald. Ja, dit was één slaapkamer. Dat zijn er dan 2. Klopt. Eigenlijk jammer van die puist. Hè? Maar ja, dat is de open haard. Dat is de open haard. Nu de basis staat, kunnen de nieuwe badkamer en keuken worden geplaatst. Bob heeft gekozen voor een strakke, donkere keuken. En alle deuren en kozijnen zijn zwart gespoten. Helemaal Mella's smaak. Maar wat zal Eshelle daarvan vinden? De vloeren en muren zijn wel licht. Klinkt als een ideaal poldercompromis. Zolder. Eshelle en Mella willen weinig meubels meenemen. Dus interior designer Roos moet voor de €8.000 die is overgebleven bijna een heel huis inrichten. En dat is niet haar enige uitdaging. Hoe creëer je een nieuw interieur voor 2 mensen met een totaal verschillende smaak? Gaan zij straks allebei blij zijn met de inrichting? We gaan het zien. Oh yeah. Hoppa. Ja, nou jij nog. Wat ik wel grappig vind, ik besef in een en weer dat eigenlijk hier de woonkamer begon. Die trap was in de woonkamer. Die kast hebben we nog meegemaakt. Ik vind meevallen hoeveel ruimte dat inneemt. Maar wat ook het effect is, is dat eigenlijk dit wandje
was maar tot hier. Dus die keuken is veel groter geworden. Ja, je hebt je keuken helemaal kunnen verlengen. Hallo. Hallo, Seth. Hallo. Hoe is het met jullie? Nou, nu ik jullie zie, ben ik wel zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan gaan we dan. Oh, dit vind ik heel mooi. Dit vind ik echt heel mooi. Oh, dit had ik nooit gedacht. Ik ook niet. Oh, moet je kijken. Ja, dit had ik niet gedacht. Mijn kindje. Oh, is het goed liggen? Ja. Oh. Lekker? Ja. Hey, en die warmte hè, die ze ertussen hebben gezet. Ja, want dit was één groot geheel. Het was echt super lang dit. Oh, kijk dan. Oh, kind. Oh, dit gaat hij zo leuk vinden. Mooi, hè? Het bed met de kast. Wat is dit al? Ik denk een kleedruimte. Oh, ruim ook, hè? Oh, dit is toch perfect? Ja. Heel mooi. Oh, weer, ook wel weer een andere kleur. Zelfde als de slaapkamer, hoor. Ja. Dan ben ik hier wel echt heel benieuwd naar. Nee, joh. Kijk hoe groot het is. Die sauna leek echt één bij één. Yes, hier staat de wasmachine in de droger. Als je even doorloopt, kan ik ook kijken. Het is ook ruim, hè? Jeetje. Ik herken het gewoon helemaal niet meer. Wat is oh, jij kan ook werken hier. Oh, wat goed. Jij mag er ook bij. Ja, ik ben sprakeloos. Dit huis is echt... ja, geweldig. En dit huis is echt een thuis. Het is niet in woorden te beschrijven hoe... Hoe goed dit is gelukt. Van harte. Ja, super. Dank je wel. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat als je er nu over na gaat denken... en we hebben nu rondgelopen in het huis... dan ben je gewoon flabbergasted. Je loopt door het huis gechoqueerd. En nu je dan eenmaal een pas op de plaats maakt... merk ik ook echt wel nu van... dat ik er best wel emotioneel over word. Omdat het is gewoon nu thuis, merk ik aan mezelf.